Het volgende praatje is van Pim Bouwman. Hij is de medeoprichter en eigenaar van Gamius. Daar gaat hij niet heel erg veel over vertellen, heeft hij net beloofd. Maar vraag er vooral naar, want het is een heel interessant concept waarbij verschillende disciplines bij elkaar worden gevoegd voor... om een game te maken. Maar daar gaat hij niet over hebben. Hij gaat het over hebben over zijn grote ervaring in de game-industrie. En handige tips en trucs om daarin te overleven. Pim Bouwman. Bedankt voor deze introductie. Ja, hi, ik ben dus Pim. Titel van mijn presentatie is Starting and Staying in a Biz. Dat is gewoon een beetje hip and happening, die titel, omdat heel veel mensen hierheen komen. Het is ook heel erg druk, zie ik. Dat is goed. Even een disclaimer vooraf. Ik zit nu al zo'n jaartje of 10 in deze business. Niet in de consolemarkt, dus iedereen die wil weten hoe je het beste op Xbox 360 iets moet aansluiten of zo, dat weet ik allemaal niet. Voornamelijk webgames, mobile en dat soort dingen. Eigenlijk alle nieuwe platformen. We zijn dus ook nu bezig met Facebook. Unity. Nou ja, weet je, alle nieuwe platformen behalve console. En wat ik eigenlijk vandaag vooral wil doen, is het heel erg praktisch houden. Want ik sta hier op de beurs en ik zie allemaal mensen. En ik ga ervan uit dat jullie voornamelijk studenten zijn. En jullie zijn nog best wel groen. En dan werkt praktische tips waar je echt wat aan hebt, dat werkt gewoon het beste, denk ik. Dat je gewoon denkt van, hey, die Pim die zei iets, daar heb ik wat aan gewoon. En dat wil ik zeg maar doen. En wat ik ook heel erg fijn vind, ik heb gewoon hier allemaal dingen in elkaar geramd, zeg maar. Een soort kapstok. Dus als je vragen hebt, dan moet je hem gewoon stellen. En dan gaan we echt erop in. Want dan kan ik gewoon direct met jullie connecten, zeg maar. Dus laten we het lekker interactief houden. Interactief. En wellicht hebben jullie er iets aan. En als jullie het alles al weten, dat is ook heel goed. Want dan weten jullie meer dan mij. En dan ben je al heel ver. En dan maak je kans op succes en zo. Denk ik. Dus dit zijn mijn aannames. Ik heb net al gezegd. Je bent een student. Of een jonge professional. En je wil iets in de games doen. En ik denk dat de meeste mensen wel in de entertainment hoek iets met games willen doen. Klopt dat? Entertainment? Ja? Ja. Heel goed. Want entertainment is leuk. Dan kun je lachen. Ja. Iets over de markt. Eigenlijk is er heel goed nieuws. Er is een kredietcrisis. Dat zie je op het journaal. Die geldt niet voor de games business. Games business is anticyclisch. Dat betekent, mensen die gaan in plaats van uit eten 's avonds, gaan ze gewoon een spelletje spelen, want dat is veel goedkoper. Dus hoe slechter het gaat met de economie, hoe beter het gaat met de games. Nog iets. Als de economie goed gaat, dan kopen mensen ook gewoon spelletjes. Dus jullie zitten eigenlijk heel erg goed. Dat voelt wel fijn, zeker, toch? Dat je de juiste markt hebt gekozen en dat soort dingen. Er zijn steeds meer gamers. Dus in plaats van vroeger, nou, weet je, in mijn tijd, dan was ik de enige die gamede. En dan zeiden mensen, oh, jij gamet. Oh, je bent zo'n game nerd. En nu speelt iedereen games. Dus dat betekent dat je van die kleine groep hardcore gamers van, nou, dat zijn de jongens van 15 tot 25 jaar die op een zolderkamer zitten. En die spelen dan, Quake of whatever. Quake is al oud, Call of Duty. Ga ik toch over consoles praten, dat is helemaal niet handig, daar weet ik niks vanaf. Speelt nu ook je oma spelletjes en je moeder die daag je uit voor Word Feud en al dat soort dingen. En dan laat je er maar winnen, want hè. Geen grapjes over moeder. Dus steeds meer gamers, steeds meer mensen die aangesteld worden op het internet. Dus het is allemaal een soort van exponentieel iets. Steeds meer platformen. Ook steeds meer game toepassingen. Dus gamification, allemaal wel van gehoord waarschijnlijk. Niet? Gamification is een soort van game mechanisme toevoegen aan bijvoorbeeld je website. LinkedIn kennen jullie misschien.
En dan, hey, je hebt je profiel nog niet helemaal ingevuld, maar als je dit spelletje doet, dan krijg je, of als je hem wel invult, dan krijg je een badge. Een heel klein game-achtig mechanisme is dat, waardoor mensen toch gewoon meer doen op LinkedIn. Dus wat je ziet is, je vraagt van hardcore game, 10 jaar development tijd, 80 miljoen te ontwikkelen, naar het meest, naar een soort van casual game op mobiel, naar het meest simpele toepassing van games, gamification. Nou, gamification, serious games wel van gehoord of niet? Serious games, ja? Hoe leer je een patiënt te opereren zonder dat je echt een aderen doorsnijdt, zeg maar, dat soort dingen. Dus dan kun je makkelijker oefenen. Sorry voor het plastische voorbeeld. Wat het belangrijkste eigenlijk is, games worden business critical. Toen het jaar zo rond 1995, toen kwamen websites op. En websites die, opeens moest elk bedrijf moest een website hebben. Websites, zonder website was je gewoon geen serieus bedrijf. Dat zien we eigenlijk nu met games ook gebeuren. Dus als je niet iets met games doet met jou als bedrijf, dus je gebruikt niet games om een bepaalde marketingboodschap te verkondigen, je hebt geen gamification dingetje op je website, dan ben je al niet leuk genoeg. Jouw product, als je niet iets met serious doet, weet je. Dus steeds meer gamers, steeds meer landen, steeds meer platformen, games wordt steeds belangrijker. En dat is zo'n hele grote groei van de vraag naar games. En dat gaan jullie dus bouwen. Jullie zijn degene die dit gaan doen. Dus dat is goed nieuws en dan kun je je geld verdienen. Dat is mooi, want van geld kun je weer games kopen. En dat is weer goed voor de gamesmarkt. Games maken wordt steeds makkelijker. Waar je vroeger zeg maar echt in de code moest duiken. Nou, game maker kennen jullie waarschijnlijk wel. Er zijn allerlei tools waarbij je makkelijker kunt poorten en dat soort dingen. Dus het wordt allemaal makkelijker. Dus ook goed. En wat ook mooi is, je kunt het allemaal gewoon zelf doen vanuit je bureaustoel. Je kunt gewoon een game maken en dan kan de hele wereld in theorie kan hem zien. Nou, dat is heel goed. Je hebt eigenlijk twee opties. Je kunt een baan zoeken of je kunt gewoon zelf beginnen. Een baan zoeken, daar kan ik je niet echt bij helpen. Ja, misschien kun je bij ons solliciteren, maar moet je hem omkopen. Of je kunt ook ondernemen en je gewoon zelf iets doen. Als je een baan zoekt, er zijn heel veel gameopleidingen in Nederland. Ik was in 2000, was er een bijeenkomst van de Nederlandse gamesindustrie. En dat was een beetje een discussie van, moet er een brancheorganisatie komen voor games? Want dan kunnen we opleidingen afstemmen op het bedrijfsleven. Toen waren er 4 gameopleidingen in Nederland. En het zijn er nu 40, geloof ik. Toen waren er misschien 20 gamesbedrijven in Nederland. En dat zijn er nu niet. Nou, misschien zijn. Weet je, er is best wel een soort van tsunami. Waar jullie misschien wel een beetje van uitmaken. Van allemaal mensen die aan de bak willen bij gamesbedrijven. Dus het zou wel een beetje een probleem kunnen worden. Ik zit ook in het bestuur van de Dutch Games Association. Dat is Marinka Kapier. Misschien kennen sommigen van jullie haar wel. En die gaat een beetje over het onderwijs en de aansluiting op het bedrijfsleven. En die ziet het ook gebeuren. Nou. En om een baan te hebben, moet je ook nog eens ervaring hebben. Dat wordt ook, waarschijnlijk heb je het ook wel gemerkt. Partijen die moeten toch, die willen gewoon direct iemand aannemen waar ze wat aan hebben, zeg maar. En je kunt niet gelijk bij guerrilla aan de bak. Dus dat is een beetje, ik wil het niet soort van negatief maken, maar er zijn niet genoeg banen, denk ik, voor game studenten. Als ik ernaast zit, zit ik ernaast, maar goed. Dus de andere optie is gewoon zelf iets te gaan doen. Nou, dan moet je goed weten wat je goed kunt. Is het iets wat je vanzelf doet, waar je denkt van, nou, dit is, ja, ik kan hier wel, zeg maar, zonder dat het heel veel moeite of energie kost, lekker de hele dag mee bezig zijn. Dat moet je goed weten. En is passie. Voelt het als werk? Van shit, ik moet nu dit doen, ik heb er geen zin in. Of denk je, ja, leuk, ik ga nu iets doen. En dat kan ik de komende weken nog wel doen, zeg maar. Ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar als dat zo is, dan kun je gewoon beginnen voor jezelf. Klinkt heel eng misschien, maar het valt allemaal heel erg mee. Het is alleen wel best wel
Je moet een doorzetter zijn. Dus er is geen shortcut to success. Het is een beetje een, ja, iets wat ze altijd zeggen. Maar het is echt zo. Neem het maar van mij aan. Nou ja, wat kun je gaan doen? Wat zou je willen gaan doen als je voor jezelf begint? Waarschijnlijk willen jullie allemaal je eigen entertainment game bouwen. Hè? Die Minecraft, Angry Birds en we brengen hem uit en nooit meer werken of dat soort dingen. Dus als dit is wat je wilt doen, dan heb je toch ook wel een klein probleempje. Want de gamesmarkt is hit-driven. Per jaar komen er duizenden games uit. Heel veel. En hit-driven betekent dat eigenlijk alleen de games die echt een hit worden, er zijn heel weinig games die een hit worden. En als je een hit wordt, dan ben je zeg maar goed bezig. Maar de meeste games, die floppen gewoon gigantisch. Dus die ene game die jij gaat maken, als je zegt, ik ga voor mezelf beginnen en ik ga een game bouwen en laten we hopen dat ik daar wat mee ga succes ga bereiken, dat ik daar geld mee ga verdienen. Die kans dat gebeurt is heel klein. 0,01. Dat die succesvol gaat worden. En dat betekent dat je een manier moet hebben om gewoon geld te verdienen. Ik heb een kleine analogie gemaakt van, of noem je dat, een metafoor. Van, zie het als een spel als je voor jezelf begint. Je lives, dus hoe lang kun je doorspelen, dat is gewoon je cash. Het enige wat je nodig hebt om voor jezelf te beginnen, dat is gewoon een computer, een internetverbinding. En geld om je huur te betalen. Of en eten schijnt ook handig te zijn. En drinken. En verzekering hoeft niet, want je komt toch nooit buiten. Dus loop je helemaal geen risico. En, dus je cash. Hoe lang, hoeveel heb je nodig? Denk er gewoon over na. Hoeveel heb ik nou echt nodig om in leven te blijven? Volgens mij zijn jullie best wel in een goede positie, want jullie zijn studenten. En ik ben na 10 jaar voor mezelf, na 9 jaar ongeveer voor mezelf begonnen. En heb je best wel een fijne baan en zo. En dan heb je een auto en dit en dat en zo. Heb je heel veel onkosten en een soort van bepaalde levensstijl. En die levensstijl hebben jullie nog niet. Dus binnen een jaar moest ik om naar gewoon het worden van een cheap bastard, zeg maar. Gewoon heel weinig geld uitgeven. Van heel veel geld uitgeven, van een baan, lalala. Naar denken van shit, hoe zuinig ik ben op mijn geld, hoe langer ik in leven blijf. Dus je wil die games bouwen, maar je zult ook een middel moeten verzinnen om gewoon geld te verdienen. Nou, dus dat is een beetje van ja, maar mijn idee, ik heb een mooie game. Dat is risico. Weet je, die game die gaat het waarschijnlijk niet worden, met alle respect. Dus zorg dat je gewoon geld verdient. En dat is helemaal niet erg. Hoe kom je aan geld? Nou, je kunt naar een investeerder toe lopen. Met alle respect. Een investeerder die jullie binnen ziet komen zonder enige ervaring, zonder een succesverhaal, zonder een team, whatever. En die krijgen honderden mailtjes per jaar. Die gaan jullie niet uitnodigen voor een gesprek. Dus als je voor een investeerder gaat, zoek dan de middleman. Dat is een mannetje, die moet je zien te overtuigen van dat jullie een bepaald idee hebben waar nog wel eens wat in zou kunnen zitten. En die middleman, die heeft dan de contacten met investeerders. Investeerders luisteren niet, die luisteren het meest naar die middleman, want die staan midden in de markt. En investeerders weten niet precies hoe de gamesmarkt in elkaar zit. Die hebben een soort van adviseurs. In Nederland lopen er van dat soort mensen rond, die middleman. Maar je moet zorgen dat je een beetje vertrouwd raakt met die middleman. En zeggen van hier zijn we mee bezig, dit en dat. En als die enthousiast zijn, ja, ik zou nu namen kunnen noemen van middleman hier in Nederland. En die gaan we dan vermoorden, want dan krijg je eens horde studenten achter zich aan. En dat willen ze gewoon niet. Maar het principe van als je de middleman weet te overtuigen, de middleman die goede connecties heeft bij investeerders, dat is je beste kans om aan tafel te komen. En dan moet je gaan pitchen, dan moet je een goede pitch hebben, dan moet je een goed verhaal hebben, dan moet je een businessmodel hebben. Best gecompliceerd. Een vraag uit het publiek, de allereerste. Sorry? Hoe je die kunt vinden?
Netwerken. Zeg dat je vraag mensen, vraag aan mensen die jij respecteert uit de gamesmarkt. Spreek ze gewoon aan. Dat is het mooie van de gamesmarkt. Je kunt iedereen gewoon aanspreken. Vooral als het ondernemers zijn geweest, die herkennen jouw probleem. Die zien ook van, ja, ik moest een keer beginnen. Hij is nu, probeert nu te beginnen. En die gaan je dan vertellen, ja, wat is dan wat je wilt gaan bereiken? Wat is dan je spel? Wat is je idee? En noem maar op. En die gaan dan denken, nou ja, is dit interessant of niet? En dan kunnen ze besluiten om investeerders te benaderen. En ze gaan te gaan zeggen van, nou, ik heb hier een hele leuke club studenten. Die hebben een fantastisch idee. En met een beetje coaching kunt er wat geld in stoppen. Maar denk wel, die middelmen die hebben een bepaalde reputatie hoog te houden. Dus als die zullen niet zomaar gaan zeggen van, moet ik even introduceren? Want dan die investeerder zegt, wat je nou naar me hebt doorgestuurd, daar heb ik helemaal niets aan. Tijdverspilling. Dus je moet echt wel een goed verhaal hebben. Maar het voordeel van de middelman is, ja, je moet hem een beetje messieren, je moet vriendjes worden. En niet iedereen zal dezelfde middelman vinden. En ik wil het ook niet overdrijven, die middelman verhaal, maar ze moeten wel in je gaan geloven. En dus die middelman kunt op hem oefenen. En je krijgt toch geen geld van hem, zeg maar. En als je verhaal goed genoeg is, dan kan hij misschien ooit besluiten om te zeggen, nou, ik kan je introduceren bij die en die partij. Dat is het investeerscenario. Weet je, het kost heel veel tijd. En in jullie fase, ja, je zou het kunnen doen, maar via middleman of je hebt het friends and family verhaal. Dat zou ik ook niet doen, want dan ga je vrienden en familie vragen om geld. En zolang dat goed gaat, dan is het allemaal. Dan blijft het je vrienden en je familie. En als het slecht gaat, dan kom je op een verjaardag en dan verstomt ineens alle gesprekken. En dan, oh, dat is die persoon. Tante Joke heeft geld aan die uitgeleend en ze hebben het allemaal verbrast. Dat wil je eigenlijk ook niet. Dus dat is het investeerscenario. Uitgever, ja, weet je, net is iemand van Nintendo geweest en die heeft iets verteld over uitgevers. Wat het belangrijkste is, vind gewoon uitgevers. Je moet een spel hebben, je moet iets speelbaars hebben. En als je dat niet hebt, moet je gewoon niet langs gaan. Weet je, zij weten heel veel van games. En als je tegen iemand zegt, ja, ik heb nu een 2D-platformer en dan moet je over TL-buizen heen springen. Dat is heel anders. Dat is niet zo spannend, zeg maar. Dus je moet echt wel in het spel laten zien, dit is interessant. En dan pas gaan ze echt geloven dat je het kunt. Daar kan ik straks wat meer over vertellen. Je kunt ook subsidietrajecten ingaan, kost heel veel tijd. En ik ben er niet zo voor van. Ik ben er niet zo voorstander van. Omdat je dan, stel je krijgt subsidie voor je project, leer je dan te ondernemen, leer je dan geld verdienen of word je dan gewoon lui? Want er kan ineens geld binnen en train je jezelf er dan in om geld te verdienen of train je jezelf erin om investeringen of subsidies binnen te halen? Dus ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Ik ben er voorstander van dat je gewoon zelf je geld leert verdienen en daar leer je het meeste van. Daar zit je persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk moet je dat als hoofddoel hebben, denk ik. Persoonlijke ontwikkeling. Dus dat is dan dus op eigen kracht het gaan doen. Dat noemen ze dan bootstrap. Dat is een beetje investeerders termen die ik laat vallen. En dat betekent gewoon beginnen. En niet beginnen met uitwerken van plannen of zo. Neem jezelf gewoon voor. We gaan vanaf dag 1 gaan gewoon focussen op geld verdienen. Gewoon denk aan die lives. Hè. Denk aan hoe eerder je verdient met geld verdienen. Hoe eerder je dat probeert. Des te eerder je gewoon leert wat werkt en wat niet. Ondernemen is heel iteratief. Je probeert iets, je krijgt een soort van feedback en je denkt van dit gaat goed of niet goed, ik ga nu dit proberen. Als je niet gelijk begint met geld verdienen, dan heb je, en je doet het later, dan heb je nog een paar maanden nodig om dat onder de knie te krijgen. En je hebt dan al maanden verspild aan analyseren, ideeën, weet ik veel wat. En die tijd heb je gewoon niet. Ik weet niet of je het TROS-programma kent. Ik vertrek of zo heet het dan. En dan gaan mensen uit Drenthe, die gaan dan, ja, we gaan naar Australië toe en dan gaan we een botenverhuurbedrijf beginnen. En maand 1 beginnen we met geld verdienen. Duurt altijd een jaar. Voordat je echt een beetje de boel op gang hebt, ben je een jaar bezig. Als je het jaar doorheen komt, dan ben je gepokt en gemazeld en dan ben je een heel stuk verder. Heb je je persoonlijk ontwikkeld en je bent, zeg maar, je hebt jezelf in leven gehouden. Dat betekent dat je met het grote doel, die game die je wilt gaan bouwen, je bent nog in de race. En dat is belangrijk.
Ja, wat ik net zei, je uitgangspositie is eigenlijk heel erg goed, want je hebt niet veel geld nodig. Misschien woon je nog bij je ouders, fantastisch. Je bent ook niet verpest door bedrijven, want wat je, als je bij een bedrijf komt te werken, die maken dingen heel erg complex. Want als je voor jezelf of een bedrijf, momentje, ik kom zo bij. Dat is een vraag. Iemand stelde vragen. dan heb je blijkbaar een secretaresse nodig en een boekhouding, allemaal dat soort dingen. Je leert niet ondernemen te denken. Als je ergens begint, dan moet je een klein dingetje doen waarbij je niet het overzicht hebt. En dat overzicht, als je dat niet hebt, door de jaar heen denk je, dan lijkt het net alsof al die andere mensen gewoon allemaal ingewikkelde dingen doen. Als je gewoon klein begint, dan begin je met een kleine boekhouding. Je begint met zelfs je verkoopdingen te doen en zo. En dan valt het allemaal wel mee. Dat is even iets wat ik... En hier hebben we ook iedereen jong, hier hebben een voorsprong op de non-natives. De non-natives, dat zijn zeg maar de mensen die niet met internet zijn opgegroeid. Ik ben niet met internet opgegroeid. Ik was 20, toen kwam internet een beetje op gang. Nou, jullie kunnen al geen leven voorstellen zonder internet. Alle mensen die nu in de gamesbusiness zitten, die wat hebben bereikt, dat zijn allemaal non-natives. Jullie kunnen veel sneller kansen zien en herkennen en zien van, oh, dat gaat zo en zo en zo en ik twitter even dat en dit en dat. Dus, jullie zitten er middenin. Dat is echt een onwijze voorsprong. Als je dat weet te gebruiken, dan ben je al een stuk verder. Maar goed, ik roep het nu wel heel makkelijk van begin gewoon voor jezelf. Maar wat ik merk in de markt, wat ik merk in, zeg maar, wat ik ook hoor bijvoorbeeld bij de Dutch Games Association. De gamesopleidingen, die trainen niet echt mensen op het gebied van business skills. En die business skills heb je toch echt wel een beetje nodig. En ik ga gewoon hele praktische dingen zeggen waar je echt gelijk wat aan hebt. Waardoor je gewoon business kan doen. Als je het maar gewoon doet. Dat is belangrijk. Ja, commercieel, marketing. Hopelijk gaat hij nu naar commercieel. Ja, commercieel. Het is heel easy. Als je begint, zorg gewoon dat je een website hebt. Dat die er een beetje knap uitziet. Dat je gewoon zegt van, dit zijn wij. Dit doen we. En we zijn een game developer. We maken leuke games. En dat doen we goed. En dat is heel belangrijk. En zorg dat het een beetje professioneel oogt. Maak een LinkedIn-account aan. Heb je het allemaal al of niet? Nou, als je het niet hebt, doe het gewoon. En ga gewoon connecten met mensen en vertel wat je doet. En weet je, dat is gewoon, dan ben je zichtbaar. En dan, als iemand bij me komt die zegt, Pim, ik heb een game, ik wil graag samenwerken of zo. Eerst wat ik doe, naar de telefoon, nou ja, leuk dit en dat. Dus stuur maar een mailtje. Krijg ze een mailtje, ik zie zijn naam, ik voeg gelijk zijn naam in Google. Even checken wat hij gedaan heeft. Even kijken waar hij vandaan komt en zo. En als ik dan geen LinkedIn zie, of als ik geen website zie, of als ik een website zie met een of andere zeer amateuristisch portfolio siteje in WordPress, met een lelijk WordPress thema, dan dat is gewoon niet professioneel. Dus het is heel makkelijk, hè, om even gewoon professioneel eruit te zien. Buitenkant mooi maken is echt niet zo moeilijk. Doen we ook best wel goed. Ons bedrijf staat niet zoveel voor, maar van de buitenkant lijkt het wel alsof we echt een serieus bedrijf zijn. Zo is het wel. Maar dat weten die mensen niet. Maar je laat wel zien dat je in staat bent om professioneel over te komen. En als jij in staat bent om professioneel over te komen, dan ben je blijkbaar ook in staat om professioneel mooie producten te maken waar mensen iets aan hebben, waar ze je geld voor gaan betalen. Dus LinkedIn, visitekaartjes, huisstijltje, gewoon doen. Weet je, kost helemaal niks. Zorg dat je een elevator pitch in huis hebt. Want om business te doen in de gamesmarkt moet je ook naar beurzen. En om naar beurzen te gaan, dat is in de businesswereld iets anders dan in de consumentenwereld. In de consumentenwereld dan is het van, oh, volgende week is er een beurs, daar ga ik naartoe en dan ga ik lekker rondlopen en ga ik spelletjes spelen. Zo werkt het niet in de businesswereld. Als je in de businesswereld naar de beurs gaat en je hebt nog geen afspraken gemaakt, dat is echt heel zonde. Zorg dat je minimaal een maand van tevoren, als je naar de Gamescom gaat, stel je bent een game developer of je maakt gewoon iets met gamification of zo, zorg dat je een maand van tevoren al mensen gaat benaderen, mensen waar je een afspraak mee wilt hebben, waarvan je denkt van, hé, daar zou ik wel business mee kunnen doen. Mail ze, maak een afspraak. Zorg dat die voor 2/3 vol zit. Dit is de Beurs Ninja in 5 stappen verhaal. 2/3, dat is 66%. Die 1/3, sorry, maar hè, voor de programmeurs onder ons. Maar, hè. Zorg dat die agenda vol zit en ga gewoon en dan ga je die meetings in. Nou,
Wie ben je? Dat weet je waarschijnlijk wel. Wat doe je? En waarom is datgene wat je doet uniek? Waarom ben je er goed in? En wat wil je? Dat is heel makkelijk. Maar als je dat niet hebt, dan sta je een beetje, game developer, weet je. Het is gewoon makkelijk om dat gewoon even in je hoofd te stoppen, dat soort dingen. Dus je hebt nu een website, je hebt een LinkedIn profiel, je hebt visitekaartjes. Je weet dat je afspraken kunt maken op beurzen. Die afspraken die accepteren ze ook, want het is de gamesmarkt, het is heel toegankelijk. Je kunt met de grootste partijen, als je het een beetje professioneel aanpakt, kun je gewoon afspraken krijgen. En je weet ook dat je moet vertellen wie je bent en wat je doet en waarom dat uniek is en wat je van ze wilt. Nu komt er een tip waarmee ik waarschijnlijk de boel compleet voor mezelf kan verpesten. Maar als je gratis naar een beurs wilt, zorg dat je redacteur wordt bij een of andere website over games. Ja? Want perskaarten zijn gratis. Op elke site of beurs, ik in de afgelopen 4 jaar, denk ik, en ik lieg niet, €6.000 bespaard op beurstoegangskaarten. Omdat ik voor marketingfacts.nl blog over games. Nou, komt weer een beurs aan. Weet je, het is zeer onprofessioneel. Maar ik zorg gewoon dat ik gewoon af en toe wat toevoeg. Marketingfacts is daar blij mee. Jullie weten dingen over games. Desnoods starten jullie met z'n allen bij elkaar van de andere website. Nou, dat moet je ook niet doen, want ze gaan per website niet 60 man toelaten. Of je koopt één groot pak waar je met z'n allen in gaat zitten. Gewoon een ideetje. Zo'n koe, weet je wel. Probeer gewoon zo'n perskaart te regelen. Dan kom je gewoon. Oh, hey. Jordi zit er ook aan. regel zo'n perskaart. Je komt gratis die beurs op. En vaak heb je nog all access ook. Dus je lacht je kapot. En mensen kennen de Nederlandse taal niet. Dus je laat ze de website zien. En ja, dit is gewoon een hele serieuze games website. En er staat allemaal in Nederlands. Voor hetzelfde beeld zet je vader Jacob daar neer. En dan games. Online, freemium. Nou goed, dat is even de Beurs Ninja tip. Google Translate. Je had nog een vraag. Iemand van je had een vraag. Ja, sorry. Je had het net erover dat je geld moet verdienen in het begin. Maar ja. Hoe doe je dat als je dus ook met games moet bedenken? Ja, kom straks met wat ideetjes. Maar wel even helpen me herinneren, want anders vergeet ik het misschien. En dan komt nog de andere Beurs Ninja tip. Is gewoon netwerken. Hoe doe je dat nou? Ik zie allemaal mensen hier rondlopen. En ik zie gewoon, dat ken ik ook van mezelf van vroeger. En dan loop je langs een stand en dan denk je, misschien, ik wil eigenlijk misschien wel wat vragen, maar ik doe het niet. Stap gewoon op mensen af. Zeg wie je bent en wat je doet. En mensen geven je altijd een hand terug. En praat gewoon met ze. Dus echt netwerken. Alle mensen die op de beurs zijn, die weten gewoon, die staan er ook gewoon maar alleen. Die gewoon, dus loop op ze af en zeg gewoon wie je bent en wat je doet. En daar komt altijd iets uit. Je leert er altijd iets van. Het is gewoon net als een game, want je speelt een game. Het is gewoon een game development. Het is gewoon itereren op jezelf. Analyseer door gewoon te doen, weet je wel. Stap ik met af, zeg wat je doet en je komt steeds verder. En je wordt steeds slimmer in wat je doet. Dat is mooi. En Utrex kennen jullie misschien wel. Utrex is een localisatiebedrijf in Utrecht. En Richard, dat is de eigenaar, dat is ook de oprichter, dat is de ondernemer. En die zie ik op elke beurs. En wat doet hij? Die heeft filtjes laten drukken van zijn bedrijf. Het enige wat hij doet is gewoon overal bierfiltjes met zijn logo overal neerleggen. Gewoon helemaal guerrilla. Iedereen krijgt op een gegeven moment dorst. En hij ligt er gewoon. En andere mensen huren een stand voor €10.000 of whatever. En die staan te wachten tot de klanten komen. Nee, je moet gewoon een beetje. Maak stickers, plak ze overal op de wc. Want mensen moeten ook naar de wc. Ze zien je. En doe er zo'n RFID-code bij of zo. Het is echt zo simpel. Maar het kost ook helemaal niks, dat soort dingen. Goed, nu zien jullie allemaal beursninja's. Ik heb het voor mezelf verpest. Ik kom er nooit meer in met een perskaart, want er zijn honderden Nederlanders die ook ineens met een perskaart naar binnen willen. Paradox. Denk na over een verdienmodel. Hoe ga je je geld verdienen? Dan kom ik een beetje op jouw vraag terug. Je hebt zeg maar je droom, dat is die. Of zo bij jou? Je hebt je droom, dat is zeg maar entertainment games maken. Dat is een langdurig traject. Wat ik net al aangaf, op basis van. Dat gaat een paar maanden duren voordat er misschien geld uitkomt.
als er wel geld uitkomt. Maar zorg dat je door kleine dingen te doen gewoon wel geld verdient. Ik ben er niet trots op, maar wij maken ook af en toe gewoon een of andere app. Een partij die helpt mensen van hun fobie af. Ja, het is geen game, maar wij maken wel even een dingetje. Dat als iemand straatvrees heeft en komt de paniekaanval aan, dan kunnen ze op de paniekknop drukken en dan gaat die man ze toespreken. En dan, ja, het is niet iets waar ik mee bezig wil zijn, maar het is wel weer even een maand lang geld. En dan kan ik ben een week daaraan kwijt en ik heb 3 weken lang tijd om aan mijn droom te werken. Ik blijf in leven. Dus dat is gewoon heel simpel. Dan verdienmodel voor je game. Dus wat ik aan jullie zou willen adviseren, spring gewoon op die gamification dingen. Wat ik net zei, business critical. Er zijn honderden bedrijven in Nederland, duizenden. Als jullie een of andere gamification ding hebt, je positioneert jezelf gewoon. Je zegt, hey, we hebben iets bedacht voor op de website. En dan kunnen we het makkelijker maken om een of andere formulier in te vullen. En het kost €500 en dan heb je het klaar, weet je wel. En hoe meer mensen je dat doet, hoe groter de kans is dat je gewoon zegt, nou doe maar en dan doe je het. En dan heb je geld en dan blijf je in leven. Oh ja, het verdienmodel voor je games zijn heel veel verschillende verdienmodellen. Het hangt heel erg af van het platform. Dus ga je in-app purchases doen op Android of ga je een soort van subscription model doen op Facebook. Praat gewoon met een uitgever erover. Of praat met mensen. Van wat is nou, de verdienmodellen veranderen zo snel. En het is niet moeilijk om een verdienmodel aan te passen op. De game is niet afhankelijk van het verdienmodel. Dus als je het van tevoren een try before you buy-achtig model doet, waarbij mensen gewoon downloadable kunnen kopen, diezelfde game kun je ook op een ander model inrichten. Dus het is, ja. Ja, goed. Verschillende verdienmodellen. leer je ook verkopen. En dat ga je ook leren, hè, door het gewoon te doen. Dus als je bij een van de partij komt, je hebt dat mailtje gestuurd met je mooie website en je mooie dingetje en je datje. En je hebt heel veel zelfvertrouwen omdat je op eigen kracht gewoon gratis een beurs opkwam. Je moet iets gaan verkopen aan die mensen. En dat betekent heel goed luisteren naar wat ze willen. En niet maken wat jij mooi vindt. Want dat doe je in die droom, het spel waar je stiekem zelf mee bezig bent. Dus leer gewoon wat ze willen en zorg gewoon dat je een oplossing voor ze hebt. En doe dat heel goedkoop, want jullie hebben niet zoveel geld nodig. Want jullie concurreren waarschijnlijk als je gaat meedoen in bijvoorbeeld het maken van een advert game voor een of andere partij. Jullie concurreren met grote partijen, maar je wil niet weten wat een werknemer kost voor die partijen. Weet je, als je €2.500 verdient per maand, dat is niet een gigantisch salaris, maar er komen werkgeverslasten bovenop. Er moet nog een werkplek betaald worden, dit en dat. Ze zijn sowieso iets van €50.000-60.000 kwijt aan gewoon een werknemer. En jullie hebben maar gewoon, nou ja, weet je, als je met je ouders woont, je hebt €500 nodig in de maand. Jullie kunnen echt die partijen helemaal wegconcurreren. Op prijs. Niet op kwaliteit. Misschien wel, maar ook niet op verkoopskills. Misschien nog niet. Maar prijs in deze tijd, dat is goed scoren hoor. Als je zegt, nou, partij A heeft een oplossing voor €10.000 en dan komen die gekke studenten die met z'n paar mensen tegelijkertijd iets aan het doen zijn voor €799,95. Nou, doe het maar. Dus, maar dan moet je wel iets verkopen waar je gewoon achter staat. Dus dat als je doet wat je leuk vindt, dan kun je overtuigend iets vertellen. Nou, oké. Goed, marketing skills, dus even een kleine misvatting. Marketing is niet promotie. Marketing is nadenken over wie zit te wachten op een bepaald product. Dus het is nadenken over de markt. En de promotie is gewoon zorgen dat die mensen het gaan spelen. Want de marketing, als je gaat kijken naar, als je gaat promoten zonder de marketing te hebben gedaan, dus zonder te hebben nagedacht over voor wie is het, dan schiet je bijna altijd mis. Dus wat voor jullie een goede game is, en wat is een goede game? Weet iemand dit, wat een goede game is toevallig? Niemand? Nee? Nee. Dat is gewoon een kwestie van smaak. Weet je, sommigen houden van boerenkool en anderen houden van bloemkool. Je moet iets maken wat de mensen leuk vinden. En je moet niet zeg maar die fantastische gimmick, game mechanic, dat heeft nog niemand ooit gedaan en zo.
En dan gaat het een heel mooi verhaal. Weet je, als het veel te hoogdrempelig, daar zit niemand op te wachten. Zorg dat, dat wat je maakt, dat die mensen dat leuk vinden. En niet dat jij het leuk vindt. Als je het goed doet, dan maak je iets wat jij leuk vindt. En dan weet je ook, dan ken je de mensen ook die dat leuk vinden. En dan weet je precies waar je, zeg maar, dat spel moet gaan promoten. Wat is dan eigenlijk succes? Je hebt een game. En hoe meer spelers er zijn die het spelen, en hoe beter je conversie is, hoe succesvoller je bent. En conversie is, hoeveel van de spelers gaan uiteindelijk betalen voor mijn product? Dat is heel plat. Heel plat, heel kort door de bocht. Dus als je een spel hebt waar die dat gratis is, en waar niemand iets voor hoeft te betalen, ooit, ook niet een uitgever, misschien dat je met advertising een klein beetje kunt verdienen. Maar zorg dat je een klein beetje een verdienmodel hebt waar mensen uiteindelijk gewoon geld voor moeten betalen. En zorg dat de conversie, dat die goed is ingericht. En dat is een proces, dat is meten. Metrics-driven development, misschien iemand wel ooit iets van gehoord. Dat is gewoon een game aanbieden en kijken van hoeveel mensen haakten af bij level 1. Hoeveel mensen haakten af bij level 2. En toen gaan ze vragen, je mag nu level 3 doen. En nu moet je betalen. En ineens was iedereen weg. Nou, dat moet je, als je dat weet, als je dat meetbaar maakt, dan dat is heel belangrijk. Want dan kun je zeggen, nou, misschien moeten we zeggen bij level 3, nu moet je je registreren, dan mag je verder. Want dan heb je, zeg maar, dan hou je ze langer bij je, dan heb je een registratie. En dan moet je misschien zeggen bij level 10, weet je, je bent nu geregistreerd, je bent al verslaafd aan het spel. Ze noemen het ook wel het crackmodel. Eerst een shot is gratis en daarna moet je betalen. Dus kijk heel goed waar je conversiepunten liggen. Van eerst moeten ze maar eens gaan spelen, dan moeten ze verder spelen, dan moeten ze zich misschien gaan registreren. Of misschien maak je de conversie wel zo laag dat je het gewoon heel goedkoop maakt. Dat kan ook. Dus dat is, zeg maar, hoe meer spelers, hoe beter je conversie, hoe meer geld. Als die machine draait, dan heb je de formule gekraakt, zeg maar. Want als jij op een gegeven moment weet van, ik heb 1000 spelers, en uit die 1000 spelers komt 2000 euro omzet, en je hebt bijvoorbeeld, je hebt dan een marge, weet je wel, je weet dat je van die 2000 euro omzet, dat je uiteindelijk 600 euro overhoudt, dan weet je van, kun je dus eigenlijk 600 euro uitgeven, nee sorry, ja, dan kun je 600 euro uitgeven om die 1000 spelers binnen te halen, snap je? Dus als op een gegeven moment het geld uitgeven voor promotie goedkoper is dan hetgene wat die spelers gaan opleveren, dan kun je gewoon doorschalen. Zo kijken uitgevers er ook naar, hè? Die hebben de keuze, of distributeurs. Die kijken gewoon van, die hebben bijvoorbeeld een distributeur, Spillgames, die heeft 100 miljoen bezoekers per maand, of 150. Die promoten spellen waarvan ze weten, hier is goede conversie, hier valt goed geld op te verdienen. Die gaan constant kijken van, wat is nou het beste spel om te promoten, waar komt het meeste geld uit? Als jij een mooi spel hebt en er is geen goede conversie, dan gaan ze denken van, ja, weet je, ik kan beter game duel spel gaan doen, want die hebben het wel voor elkaar. Die halen meer geld op die manier uit hun bereik. Maar jij had een vraag, sorry. Wat ik hem al beantwoord. Het was helemaal terug van die bierveeltjes en die stickers en zo. Ik vraag me af van, ja, het heeft natuurlijk wel wat te gek, maar is dat echt the way to go, zeg maar, of zo? Want hoeveel mensen gaan er nou die code inscannen, bijvoorbeeld? Het heeft misschien wel, naar mijn idee, misschien wel... Sorry hoor, heel even. Als je vragen gaat stellen en je zit helemaal vooraan, achterin horen we alleen maar... Ja, ik wilde de vraag gaan herhalen, maar dit is misschien beter. Maar even kort samengevat, wat is nou het effect van... Wat is het effect van... Die guerrilla marketing dingetjes, precies, ja. En die, weet je, dat is heel moeilijk te meten. Wat ik net vertelde over die metrics-driven development, conversie meten, dit valt nauwelijks te meten. Maar als je met QR-codes werkt, volgens mij kan je er wel meten hoeveel mensen dat gaan inscannen. Maar je moet ervan uitgaan dat is ook weer een beetje gezond verstand. Als jij op een beurs bent en je hebt op alle wc's heb je gewoon die dingetjes achtergelaten. De kans is dan gewoon 90% dat de meeste mensen dat in ieder geval gezien hebben.
als jij dan later gaat voorstellen bij iemand en je zegt, ik ben van dit bedrijf, onbewust denken ze van, oh, dat zijn die lui van de WC. Oh, dat is misschien niet zo'n goeie, maar dat zijn die mensen van de WC. En dan is het toch al, heb je toch al een soort van streepje voor. Het is heel moeilijk meetbaar, maar je bent wel bezig om gewoon gratis, op een hele plompe Hollandse manier misschien, maar om reclame voor jezelf te maken. En je weet nooit hoe een koe een haas vangt, maar je raakt wel makkelijker in het netwerkproces. En hoe meer mensen je kent, hoe beter het is. En in de praktijk, zeg maar het netwerkverhaal, hoe het meestal gaat, is als jij iemand ziet die je kent, dan ga je met hem praten. En als die met iemand anders praat, je wordt altijd aan elkaar voorgesteld. En dan ga je gewoon interacteren, en dan ga je praten, wat doe jij, wie ben jij, wat doe je, wat is het? En dan er komen altijd weer nieuwe dingen uit. Nou. Maar goed, weet je, die aandacht, wat ik net zei, hoe meer spelers je hebt, hoe beter je conversie is, hoe meer geld je verdient. Jullie hebben geen geld om marketingdingen in te kopen, denk ik. Dus wat ga je eraan doen om zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk spelers te bereiken? Ja, er zijn meerdere dingen. Je tijd is beperkt, maar je kunt bijvoorbeeld heel veel tijd investeren of gewoon de launchcampagne goed doen. Bijvoorbeeld die jongen van Minecraft, weet je, die op een gegeven moment heeft hij een blog bijgehouden constant. En die kreeg op een gegeven moment steeds meer followers. Van, ik ben nu hiermee bezig en met dit en dat. En mensen die raakten enthousiast over zijn project. En dat zijn al die mensen die je dan erbij betrekt. Je hebt nog niet eens een spel uitgebracht, maar je maakt ze wel geïnteresseerd. En als het spel dan uitkomt en je hebt 2000 mensen die jou volgen. En het komt eruit en het is leuk. Als je een goed spel hebt, dan heeft hij ook... ja, ze noemen dat sneeze factor. Dan gaan mensen erover vertellen van dit spel moet je spelen. De enige goede test, de enige kans om echt een hit te worden is als je spel goed genoeg is. Dat andere mensen tegen elkaar van vertellen dit moet je spelen. Dus hoe groter die groep is en hoe beter je spel is, hoe groter de kans is dat je een soort van ripple effect krijgt. Zeg maar. Mensen gaan tegen elkaar vertellen hoe je spel speelt. Ik weet niet hoe jullie doen, als ik een nieuw spel speel, ik ga niet meer naar een website toe of zo. Ik vraag gewoon naar die persoon die altijd even wat meer spellen speelt, wiens mening ik respecteer. Wat speel jij nu? En dan zegt hij gewoon, dit moet je doen, installeer die app, hup, en ik ga spelen. Zo werkt dat. En als ik echt enthousiast ben over het spel, dan zeg ik tegen andere mensen, dit moet je ook gaan spelen. Zo werkt het waarschijnlijk bij jullie ook. Maar je moet wel zorgen dat die groep van mensen, bij een goede launchstrategie, dat die groep van mensen groot genoeg is, om de kans op dat virale, dat sneeze effect te vergroten. Nou, dat moet je handig aanpakken. En dat zijn ook allemaal websites voor. En bestudeer dat en check dat. Wat je ook kunt doen, en dat doen wij in onze spellen. Zorg dat je remarkable bent. Wij hebben bijvoorbeeld één spel, daar zijn we nu mee bezig. Dat wordt een soort van redneck thema. Nou, rednecks, dat ken je waarschijnlijk wel. En ja, we hebben van die quotes, van die one-liners, die zeggen ze dan. Nou, we gaan heel erg op de humor zitten. En je hebt vaak in spellen, dan zeggen ze van... die zegt iets heel grappigs in het spel. Wij gaan een Amerikaan, die wil het al gratis doen. Dat is echt een redneck. Die hebben we gevonden. Die is enthousiast over het project. Die doet het gratis voor ons. Die gaat minimaal 100 van die quotes inspreken. De meest belachelijke, waardeloze dingen. Maar op een gegeven moment, als iemand dat doorkrijgt, van hey, dit is echt grappig. Dan kan hij scoren bij zijn vrienden. Van, moet je dit spel zien, weet je wel. Dus als je niet opmerkelijk bent, als je gewoon standaard dingen maakt, nul sneeze factor, bubble shooter clone. Geef die mensen een reden om aan andere mensen je spel door te sturen. Even kijken. Nou, ik heb nog wat tips en ervaringen. Mythes. Ondernemen kun je echt leren. Misschien heb je het gehoord van als een geboren ondernemer. Alle geboren ondernemers die ik ken, dat zijn allemaal mannetjes wiens vader ondernemer was. Aangeboren ondernemers, hoe noem je dat? Aangeleerde ondernemers. Dit zijn van die weten precies gewoon de juiste dingen te zeggen en die krijgen dat gewoon mee. Maar je kunt het gewoon leren. Het is gewoon, je kunt jezelf conditioneren om gewoon de juiste dingen te doen door het gewoon te doen. Om, ja. Weet je, ik ben een voorbeeld. Ik was echt zo'n loonslaaf, zeg maar. En nu onderneem ik. Heel cheap, maar ik geef nul geld uit. Maar we zijn wel bezig met onze droom. En dan kan je vertellen, als je zelf input hebt, als je zelf bepaalt wat je kunt doen, dat is heel fijn. Want een baas boven je, vooral die vertelt hoe het zit, en je weet gewoon, die vent die snapt er niks van. Dat heb je dan niet. Dat is heel fijn.
Snowboarden is een goed voorbeeld voor mij, dat werkt voor mij. Je hebt mensen die gaan snowboarden en de eerste 2-3 dagen, dan val je heel veel en dan krijg je heel veel pijn overal. 50% valt af. Die zeggen, dit doet gewoon te veel pijn, ik stop ermee en de rest gaat door. Als jij de snowboarder bent die stopt, dan moet je niet gaan ondernemen, want dan heb je gewoon de doorzettingsvermogen niet. Die is bewezen. Nee, dat is niet bewezen, maar dat is gewoon even een voorbeeld. De Jay Leno quote, heel beroemd. Weet je, talent, een goed idee, het is maximaal 30% van je succes. Minecraft, die gasten, die hebben eerst 30 onsuccesvolle titels gemaakt. Ineens zijn ze een hit en iedereen zegt van, oh, die jongens van Minecraft, die hebben echt een gelukje. Nee, die zijn 30 jaar lang bezig, of 30 jaar, die zijn jarenlang bezig geweest om die 30 titels te maken. En die zijn jarenlang hebben ze overleefd en die hebben geleerd. Op een gegeven moment kwamen ze dan met Minecraft. Succesverhalen lijken altijd toeval. Het is, meeste verhalen is gewoon, je gaat je erin verdiepen, doe het maar. Speelgames, ik was in het begin bij, die zijn ook, die hebben alles meegemaakt van begin tot eind. En eens zijn speelgames heel groot, ja, dan vallen ze op en dan lijkt het voor de massa dat het een soort van geluksverhaaltje wordt. Swings, jullie gaan pitchen, jullie gaan verliezen, jullie gaan teleurgesteld worden, allemaal dat soort dingen. En als je denkt, oh god, ik kan het niet, nou dan kan je het ook niet, want als je dan niet doorgaat, dan moet je ook niet doorgaan. Maar als je denkt van shit, slechte dag, we hebben die pitch verloren, het klusje niet binnengehaald. En als je dan de volgende ochtend wakker wordt van, hey, als we nou dit hadden gedaan, dan hadden we meer kans gehad. Dus dan word je zelf alweer beter. Zoek iemand, noem ik even je peer pro, zoek iemand die iets verder is dan jij. Zoek niet zeg maar iemand die heel ver is, waarvoor je gewoon te klein bent om te helpen. Zoek iemand die even kan helpen, die al bijvoorbeeld een jaartje verder is dan jou. Mensen willen je graag helpen. Ondernemers helpen elkaar, want ze zijn allemaal door die eerste fase heen gegaan. Dus daar kun je voor gebruiken. Je zult verrast zijn hoe graag ondernemers je willen helpen. Werknemers bij bedrijven, die hebben gewoon hun bedrijven dingen, die zijn er helemaal niet zo mee bezig. Maar ondernemers, een soort van als je allebei aan het front bent geweest, dan schijn je ook een soort blik te hebben gehad. Ondernemers onder elkaar, nou die begrijpen gewoon waar je doorheen bent gegaan. Die helpen je. Ik zal iedereen die vragen heeft, desnoods wil je een uur met me afspreken, prima. Ik help je, want ik weet uit ervaring, het komt toch, jullie komen bij me terug met als ik jullie hulp nodig heb. Zo werkt dat. Dat is heel fijn. Purple Cow is een boek, daar leer je remarkable te zijn. Dit is gewoon wel een soort van 200 pagina's. Je bent er zo doorheen, kun je lezen. En maak je niet zo druk over de ondernemingsvorm. Moeten we een BV of een werk voor wat? Allemaal dat soort dingen. Je kunt gewoon beginnen. Word freelancer, KVK-inschrijving of niet. Begin eens maar gewoon. En doe voorstellen, stuur facturen de deur uit. En dan krijg je geld en dan kun je aan je droom werken. Nou, that's it. Net binnen de tijd. Nou, fantastisch binnen de tijd. Ja. Pim Bouwman. Dankjewel. Je self-proclaimed cheap bastard. En, ja, absoluut. Bedankt voor de tip van de perskaart. Ja. Dat is echt heel onwijs onaardig. Ja, ik weet het. Ja. Dus een vraag. Ja. Maar hierdoor gaan ze wel iets verzinnen waardoor het misschien beter geregeld wordt. Ja, niet de perskaart alsjeblieft jongens, want dat is mijn business. Dus kom ik niet meer binnen. Zijn er vragen voor Pim? Er zijn ongetwijfeld vragen voor Pim. Wat een typische tip had jij. Wat is een goed technologie voor een nieuwe game? HTML5 of Flash? Een nieuwe casual game? Technologie is niet relevant. Weet je, HTML5, het is poortbaar op meerdere platformen, dat is handig. Maar technologie is geen middel. Weet je, je moet eerst denken, hoe ga ik mensen bereiken? En Flash heeft voordelen, HTML5 heeft voordelen. Voor mij is Flash al een stuk verder met gewoon allerlei tools en dat is helemaal uitgekristalliseerd. HTML5 begint net. Ik ben geen techneut, maar ik werk wel dagelijks samen met allemaal programmeurs. En die zeggen HTML5 is eigenlijk een soort verkapte vorm van JavaScript, waardoor je als je bepaalde dingen wilt bereiken, dan moet je eigenlijk dingen doen die er helemaal niet voor, die helemaal niet handig zijn opgelost ofzo. Dus kijk gewoon wat je wilt, wat voor soort spel je wilt en maak het in datgene waarvan jij denkt, zo kan ik de mensen bereiken die ik wil bereiken. Dus word niet technology driven. Denk aan de marketing, denk aan de markt. Denk aan hoe kun je, Unity bijvoorbeeld, vind ik wel heel sexy zeg maar. Daar kunnen we gewoon, ja,
Weet je, we hoeven niet native voor Android en iPad en weet ik veel wat allemaal. We maken Unity en we zijn op het web, we zijn op dit en dat. Of Adobe Air, dat schijnt ook gewoon fijn te werken. Dan kun je gewoon Flash games porten naar apps. Nou, fantastisch. Het wordt allemaal echt makkelijk gemaakt voor jullie. Meer voor mij. Het is meer een soort met bedankje. Ook Tim die voor jou kwam. Ja. Voor inderdaad jonge potentiële game developers die hier naartoe komen. Dit is meer gewoon even de sluier die je van afhaalt. Want als je hier aan begint, je zegt ook al, de game industry of hier inkomen is moeilijk werk. En je zult heel veel tegenslagen krijgen, maar het is gewoon een bedankje om weer even aan te herinneren dat het wel mogelijk is, zolang je maar doorzettingsvermogen hebt. En dat is wat veel graag even willen horen. Het is gewoon alleen die woorden alleen. Ja, en desnoods, weet je, als jij in je studiegroep gewoon mensen hebt waarvan je denkt van, hey, hij is een goede artist, hij is een goede developer. Begin samen gewoon een projectje. Je hoeft niet een pand te huren of zo, maar denk gewoon, jongens, ik heb nu dit, misschien kun je dit gamepje maken. En het begint gewoon ergens, als je maar gewoon begint. En dan leer je en dan kun je verder en noem maar op. Nog meer vragen? Voor Pim? Misschien meer achterin daar. Ontrafelen van zijn vreemde brein. Maar hij loopt hier nog de hele tijd rond. Hij heeft een eigen steentje ook volgens mij nog steeds. Ja. Gamius, kom maar even op, want hij heeft echt leuke koffie. Koffie zet maar. Hij heeft koffie ook zelfs. Pim Bouwman.